Die zijn in Houten, bij Omega Logistics. Wij zijn een toonaangevend logistiek dienstverlener in de farmasector. We doen GDP-leveringen aan ziekenhuizen, zorginstellingen, apotheken en patiënten. GDP staat voor Good Distribution Practices. Het zijn richtsnoeren, zijn opgesteld om de supply chain van medicatie kwalitatief te borgen gedurende het hele proces. Voor ons als logistiek dienstverlener houdt het in dat wij geconditioneerd en gemonitord onze zendingen bij onze eindbestemmingen afleveren. Op het gebied van de fijnmazige distributie zien wij een toenemende behoefte op het leveren van gekoelde zendingen. Voor ons is het daarom essentieel dat wij de zendingen zoveel mogelijk kunnen combineren. Wij proberen daar zoveel mogelijk op in te spelen en wij zijn continu op zoek naar de optimale inzet van de combinatie van reguliere en geconditioneerde zendingen. Op basis van de behoefte in de markt hebben we een verdere investering gedaan in ons wagenpark en onze flexibele schil uitgebreid door de aanschaf van de DualTemp VEBA boxen. Wij kunnen hiermee klantspecifiek de behoefte en capaciteit bepalen die we gekoeld vervoerd willen hebben, zowel in de segmenten 2 tot 8 graden als in 15 tot 25 graden. Waarbij de box zowel vanuit de ambient ruimte in de auto aangesloten kan worden en op dat moment beladen, maar de box zou ook al voorgeladen, gekoeld neergezet kunnen worden en als geheel in de auto gezet en aangesloten kunnen worden. We willen de flexibiliteit zo groot mogelijk houden. Door te kiezen voor 3 verschillende maatvoeringen hebben we de mogelijkheid om al onze transportmiddelen, al dan niet geconditioneerd, ook als DualTemp in te kunnen zetten. Dit VEBA-boxconcept biedt ons de mogelijkheid om nog actiever en flexibeler te kunnen reageren op de toenemende vraag binnen de markt van de fijnmazige GDP-distributie.